Welkom bij een nieuwe vlog. Mijn naam is Michael Minnebo. Ik schrijf over popcultuur en ik ben de auteur van het boek Mijn Vriend Spider-Man, Superhelden, Geeks en Fancultuur. En ik ben eigenlijk eventjes door de was aan het gaan. Ik heb wat geeky t-shirts, zeg maar, en daar heb ik er weer een paar van gewassen. Dus ik dacht, ik laat jullie wat zien wat ik in mijn garderobe heb zitten. Zoals dit shirt. Dit is een van mijn favoriete shirts. Het is redelijk vers. Nou, Gremlins is natuurlijk een super toffe film, maar eigenlijk allebei zijn ze wel heel goed. Moeten ze ook nooit remaken eigenlijk. Die kun je gewoon kijken nog steeds. Ook al zijn ze 30 jaar oud of zo. En you gotta fight for your right to party. Op zijn Gremlins, zeg maar. Dus dat wordt een ruig feestje. Wat heb ik nog meer? Nou, ik heb nog een Hellboy t-shirt. Van Hellboy 2, de Golden Army. Ik ben eigenlijk nooit zo blij met dit soort shirts. Waarin alleen maar een soort tekst staat. Ik vind ze niet zo boeiend. Maar ik heb deze geloof ik gekregen van de filmmaatschappij. Destijds. Hellboy 2 is eigenlijk ook helemaal niet zo'n hele goede film. De eerste vond ik echt veel beter. Veel beter scenario en veel boeiender in elkaar gezet. Hellboy 2 is echt een creature feature. Het lijkt wel of ze wat figuurtjes over hebben gehouden van Lord of the Rings en dat ze maar in hebben gestopt. En te veel flauwe humor, zeg maar. Dus niet helemaal mijn ding. Dit is een t-shirt wat eigenlijk zo langzamerhand wel weg kan. En dat bedoel ik mee dat hij flink uitgerekt al is in de was. En niet meer zo goed zit. Maar het is ook wel een heel oud shirt. Ik heb denk ik al ruim 10 jaar. En het was onderdeel van de promotie van de site papiersel.com. Er stonden allemaal webcomics stonden daarop. En René van Densen was daar de hoofdredacteur en initiator van. Dat kun je ook zien aan de achterkant. Kijk, die zijn alle namen van alle personages, van alle strips die daarop stonden, staan erop. Het is nog steeds online, dus je kunt die strips volgens mij nog steeds gewoon allemaal lezen. Mocht je dat leuk vinden. Ik vond het een heel leuk initiatief. Ja, pakweg 10 jaar geleden waren webcomics gewoon veel hotter dan nu, heb ik het idee. Nu geven stripmakers, jonge stripmakers ook gewoon veel meer eigen small press en dat soort dingen uit. En dat ziet er heel professioneel uit. Dus misschien zijn webcomics ook minder nodig. Ze zijn er natuurlijk wel. Maar ik denk dat mensen nu veel meer webcomics plaatsen op Instagram en dat soort dingen. Maar het was echt wel... het was toen de tijd was het heel erg leuk. En je had ook Clickburg. Dat was ook een website forum voor over webcomics te praten. Daar heb ik ook nog wat recensies voor geschreven in de tijd... en dat was heel erg grappig. Bandira staat ertussen. Matbai en Archibald, die zijn allebei ook nog heel erg actief. Matbai is van Bunbun. En dit is van Bandira, een personage. En dit is de Grim Reaper, dat was een strip van René. Een strip van René van Densen, maar volgens mij is het is wel afgelopen al lang. Maar dat was wat hij maakte. In ieder geval. Lijst Lucifer. Ook een strip van... Stefan Broesje heet die. En die maakt ook tegenwoordig heel veel bananenkunst. Dat kan ik je nu niet laten zien. Dat heb ik nu niet bij. Maar dit is ook een shirt. Ook wel aardig oud alweer. En Lucifer is natuurlijk... Je weet wel, Sir Lucifer, oftewel Mr. Satan himself. Ook wel een boeiende strip. Dit is ook een andere favoriet shirt van mij. 20th anniversary van Mallrats. Ik ben een grote Kevin Smith fan. En Mallrats was zijn tweede film na Clerks. Echt wel ook wel een hele leuke film. Clerks 2 is mijn aller favoriete Kevin Smith. En daarna komt denk ik Chasing Amy. Maar Mallrats kijk ik ook nog heel graag. Shannon Doherty. Als je niet meer weet wie dat is. Nou, dan ben je geboren na 1995. Ze was vroeger een grote ster van 90210. Jason Mewes. Ben Affleck, toen nog in een hele kleine rol. En als je de film hebt gezien, weet je dat hij eigenlijk wel een beetje een schurk is. Michael Rooker hebben we hier. Die zit natuurlijk in Guardians of the Galaxy tegenwoordig. Even Supplee van My Name is Earl. En natuurlijk Kevin Smith himself als Silent Bob. Recent een hartaanval gekregen, overleefd. En hij is inmiddels iets van, heel wat kilo's kwijtgeraakt. Dankzij Weight Watchers. Hij ziet er echt super slank uit tegenwoordig. Dus dat is echt heel bijzonder. En Jason Lee, zeg ik natuurlijk. Van Chasing Amy en My Name is Earl. Dit is Jason Mewes. Even voor de duidelijkheid. Echt wel een gaaf shirt. En
ook leuk om af en toe te dragen. Dat doe ik ook met veel plezier. En deze hebben jullie laatst al gezien in een andere vlog. Dit is een Bunbun t-shirt van Mantbai. En toevallig had ik er laatst twee van aan. En deze is vind ik wel heel tof, want het doet een beetje denken aan, aan Ghostbusters. Maar dan natuurlijk wel de goede Ghostbusters, hè, van Ivan Reitman. Dus met Dan Aykroyd en Bill Murray en Harold Ramis. En niet dat theekransje wat een paar jaar geleden is uitgekomen. God, wat een rukfilm was dat, zeg. Ongelooflijk. Maar dan in de slechte zin des woords. Nou hebben we natuurlijk een Lowlands t-shirt. Ik was op Lowlands, want mijn vriendin die werkte op Lowlands. Achter de schermen. En bij het literaire programma. En de laatste keer dat ik er was, was het echt super, super heet was het. Echt dat het hele t-shirt bijna van je afsmolt. Maar het was wel altijd leuk om die literaire programma's te zien. En ik heb toen ook nog een stukje Foo Fighters meegepakt. En dat vond ik wel helemaal te gek. Dus dit t-shirt koester ik ook met heel veel... koester ik ook gewoon. Een leuk shirt. En ik vind die design van Lowlands vind ik leuk. De man die dat heeft ontworpen, die... die heeft jarenlang de stijl gedaan van Lowlands. En het is heel herkenbaar daardoor. Dit shirt, als je denkt van Jezus, wat ziet dat eruit? Nou, dat klopt. Dat heb ik in 1989 gekregen. Toen ik met mijn moeder in Amsterdam was. En dit is dus gemaakt in tijden van de eerste Batman film van Tim Burton. Het ding is volledig verwassen eigenlijk. Maar nog steeds een heel tof shirt om te hebben. En het leuke is, ik was toen eigenlijk, toen was je een paar maten te groot, dat t-shirt. Of in ieder geval één maat te groot. Dus ik liep een beetje voor Joker als Batman t-shirt drager. Maar tegenwoordig pas ik hem natuurlijk prima. Want ik ben sinds mijn 12e nog wel wat gegroeid. Maar het is ook wel weer mooi hoe dan dat geel helemaal uiteindelijk gebroken is, zeg maar. Van zo'n bad signal of een bad symbol. En ik heb wel meer Batman t-shirts. En bij deze doe ik natuurlijk niet weg hoe verwassen hij ook mag geraken. En dit laatste shirt wat ik jullie nog wilde laten zien. Dit is ook weer een Bunbun t-shirt van Mantbai. Met Star Trek Bunbuns. Ja, we hadden het er natuurlijk laatst over een paar vlogs geleden alweer. Hoe laat je zien dat je een geek bent? Hoe draag je dat uit? Nou, dit is een van mijn methodes om het uit te dragen. En een andere manier is door over geeky dingen te schrijven. Ook voor de VPO-gids zoveel mogelijk. Toffe strips doe ik daar vooral voor en animaties. En ook gewoon door erover te vloggen. Nou, zoals deze t-shirts dan in ieder geval. Ik vind het altijd jammer dat ik niet kan zien wat jullie voor t-shirts aan hebben als we het over dit soort dingen hebben. Maar ja, dan zou je moeten gaan vloggen of iets om dat te laten zien. Tot slot moet ik afscheid nemen van mijn andere, ik weet niet helemaal of het een geeky ding is, maar van mijn pet. Deze pet heb ik al echt al sinds 2013 of 2014 gekocht in Parijs. Zelfs toen we daar waren om de expositie van Tim Burton te bekijken. Was echt super cool om dat te zien. En over een expositie over Robert Crumb. En van Crumb heb ik ooit een vlog over gemaakt over die expositie. Die zal ik hieronder linken. Maar die pet is inmiddels volledig verkleurd. Ja, zoals je ziet, hij is helemaal faal. En ik werd er van de week een paar keer op gewezen door verschillende mensen dat het eigenlijk niet meer kon. Dus deze is gewoon af. Maar ik draag heel graag petten. Dit is mijn derde New York Yankees pet in mijn leven. Ik heb er eentje gehad toen ik op de middelbare school zat. En later nog eentje gekocht. En dit is dus de derde. De Franse man die hem wilde verkopen aan me, die wilde me eigenlijk eerst een I Love Paris petje verkopen. Maar ja, rot op. I don't love Paris at all. En ik vind het teken van de New York Yankees vind ik gewoon heel cool. Ook al ben ik helemaal niet bezig met baseball en dat soort dingen, moet ik toegeven. Ik ben niet zo'n sportvolger. Maar dat, ja, de New York Yankees. Maar die pet hoort wel helemaal donkerblauw te zijn, zeg maar. En dit is natuurlijk een beetje droevig. Dus een beetje de vraag is, wat ga ik in de tussentijd dragen? Want ik ga wel weer een nieuwe New York Yankees pet kopen. En nou, dat kan deze Marvel Studios pet worden. Die heb ik nog een tijdje geleden van iemand gekregen. En Marvel Studios is heel cool. Die maken heel veel toffe films waar ik heel graag naar kijk. Dus dat zou een mogelijkheid kunnen zijn. En ja, misschien deze Kapow pet. Ook pretty geeky. Maar ik weet het nog niet helemaal. We gaan het zien in ieder geval welke pet het wordt.
Oh, en mochten jullie een voorkeur hebben voor een van deze twee, dus de Kapow of de Marvel Studios pet, dan hoor ik dat graag. En wie weet luister ik daar dan ook naar. Anyway, dankjewel voor het kijken naar deze vlog. En subscribe als je het leuk vindt wat ik maak. En kijk andere vlogs en like het. Dat is altijd leuk om het algoritme te prikkelen. En ik zou zeggen, op naar de volgende vlog.